We willen graag scoren vrijdag. Dus we moeten op hun helft pijn doen. Trainer Erik Meijers probeert de boel op scherp te zetten. En dat is nodig ook. Want Achilles presteert dit jaar ondermaats. Het gat met FC Os is al 3 punten. Dus wordt de wedstrijd van morgenavond in Groesbeek cruciaal. Je weet, als je wint, dan doe je weer volledig mee. Ja, goed, en als je verliest, dan haak je voorlopig af. En dan moeten we weer gaan rehabiliteren. Er wordt heel veel gepraat en er wordt heel veel met elkaar gesproken over de situatie. En dat vind ik vooral het lastige. Dat je lijkt een beetje een praatclubje te worden als je heel veel verliest. En je moet eigenlijk gewoon veel plezier hebben. En dan komen de resultaten volgens mij vanzelf. Maar het is lastig, want verliezen is natuurlijk nooit leuk. En daar ben je niet voor op voetbal gegaan. Maar of deze Freek Tonen erbij kan zijn, is hoogst onzeker. Hij stond 5 weken aan de kant met een scheenbeenblessure. Ondertussen maakt de technische baas Frans Derk zich grote zorgen. Want na 3 jaar pionier in het betaald voetbal zou degradatie fataal zijn voor Achilles. Dat het financieel nu ook al heel moeilijk heeft. Het gaat nu om de knikkers, dus dit is gewoon de keiharde realiteit. We moeten nog een plekje stijgen, tenminste. En dan van daaruit zorgen dat we in ieder geval dat niet gebeurt. Want dat zou inderdaad voor de hele club denk ik heel vervelend zijn. We hebben tenslotte nog maar 1/3 van de competitie gespeeld. We moeten nog 2/3 van de competitie om ons toch terug te melden aan het front. En dat betekent dat je thuiswedstrijden moet gaan winnen.